En dan nu? Afbreken. Hallo kijkers, een gulden kun je maar één keer uitgeven. De gemeente Nijmegen betaalt per dag 40.000 euro rente aan de banken vanwege de lopende leningen op de grondaankoop voor allerlei nieuwbouwplannen. Dat is 15 miljoen euro per jaar. De gemeente Nijmegen heeft een website waar je kunt zien welke kunst waar staat. Heel handig. Tot op het moment dat er kunst verdwijnt. Verdwijnt openbaar kunstbezit in deze stad? Jazeker. Hier een voorbeeld. Op de Hatertseweg staat sinds kort een vrolijk nieuw gebouw van Talita Kumi, een school voor bijzonder onderwijs. In het oude gebouw zaten twee kunstwerken van Jan Puntman, een gevelplastiek met de naam van de school en het werk Spelende Kinderen. En die zijn bij de sloop meegesloopt, want er was geen geld om ze te behouden. De kosten waren ongeveer 20.000 euro, grof geschat. Ze hadden er uitgezaagd kunnen worden en opgeslagen op de gemeentewerf en na de nieuwbouw teruggemetseld kunnen worden op het schoolplein. Ik zeg maar wat. En wat staat er dan op de gemeentelijke website? Kunstwerk bestaat niet. Dat moet zijn, kunstwerk bestaat niet meer. Op de Waalkade verdwijnen binnenkort, als het aan dit stadsbestuur ligt, twee kunstwerken. Volgens de wethouders van cultuur, cultuurhistorie en economische zaken komen die kunstwerken straks heus wel weer terug. Als ze niet in staat zijn om de twee kunstwerken van Talita Kumi te bewaren, vrees ik het ergste voor het dubbel kunstwerk van Klaus van der Locht en Jaap van Hunen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Waar zouden ze die laten, die plaat beton van 50 centimeter dik en 35 meter doorsnee?